Eindelijk zullen velen zeggen die liefhebber zijn van het Belgische korfbal met de start van de zaalcompetitie. Na de laatste veldcompetitiewedstrijd van afgelopen week mochten de korfballers zich deze week in de zaal opmaken, waar we op zaterdagavond naar het Boekenberg Sportcentrum trokken voor meteen de clash van de speeldag tussen AKC Luma, spelend in het rood en wit, en Borgerhout groen-wit. Beide teams ambiëren en blikken het op 4 die recht heeft op een halve finale plaats om zich zo te kunnen plaatsen voor de finale, in die Borgerhout het afgelopen seizoen nog verloor van kampioen Florian Merelbeke. De Zebras spelend in het zwart willen dit seizoen prijzen pakken, maar dat wil AKC Luma uiteraard ook. En met amper 14 speeldagen is het belangrijk van een goede start te hebben van de reguliere competitie. De thuisploeg grijpt Borgerhout meteen bij de keel en gaat naar een 4-1 en weet de voorsprong nog verder uit te bouwen. 8-4. Het is de thuisploeg die gretiger is dan dit Borgerhout. En zo gaan we rusten met een 11-8. De thuisploeg is niet van plan om kalmer aan te doen in de tweede periode. De 13-8 van Hardies zegt dan genoeg. Borgerhout probeert dan nog wel van de wedstrijd naar hun hand te zetten, maar dichter dan twee korven komen ze niet met de 15-13. Het is AKC Luma dat op speeldag 1 meteen een tik uitdeelt aan dit Borgerhout, dat op speeldag 2 meteen naar Kwik mag afreizen, dat vandaag om de buzzer won op Voorwaarts. AKC moet op speeldag 2 naar Putsen, wat in principe een haalbare kaart moet zijn. AKC versus Borgerhout Groen-Wit met een eindscore van 22-17. Jobe Saaier van AKC, hoe kijk je terug naar deze wedstrijd? Hoe kijk ik terug op de wedstrijd? Met een goed gevoel natuurlijk. Hè. We sluiten die winnend af. Een goede start van het seizoen. En daar zijn we blij mee. Jullie begonnen heel sterk en jullie hielden het bijna heel de wedstrijd vol ook. Ja, klopt. Ik denk dat we starten met een 3-1, 4-1, 5-1, 5-2. En als je direct die 3-4 doelpunten op het scorebord hebt staan, ja, dan is het kwestie van ervoor te zorgen dat je altijd meescoort en dat je de rust behoudt. Het is heel belangrijk dat we Borgerhout dat niet in je spel laten komen en geen momentum geven. Dat hebben we ook niet gedaan. We hebben ons eigen ding blijven doen. We hebben de wedstrijd onder controle gehouden en zo hebben we die overwinning binnengesleept. Philip Dox, wat is uw analyse van de wedstrijd? Dat we niet scherp genoeg waren vandaag. Eigenlijk geen goede wedstrijd van ons team. Tweede helft komen aanvallend nog een beetje los, maar niet genoeg voor de punten hier mee naar huis te kunnen nemen. Waar lag dat dan aan, die scherpte? Ja, ik gevoelde van de eerste minuut al wel dat ons eerste shot heel vaak geen man raakte, waardoor we de tweede kans een beetje onder tijdsdruk kwamen. En AKC won heel veel tweede ballen, was heel scherp op de duels. En we hebben dat een beetje kunnen corrigeren, maar niet voldoende vooruit te kunnen winnen vandaag. Ja, want in de tweede helft kwamen jullie wel anders voor de dag. Ja, en dan zie je de momenten dat wij iets korter komen, dat AKC dan wel bij een spitsen wat kwaliteiten heeft, voor hen die kloof te kunnen bestendigen en toch dat we niet korter kunnen komen. Tweede helft was het iets beter, maar we moeten wel durven zeggen dat we vandaag niet goed genoeg waren. Amr Gastejarni van Borgerhout, hoe kijk je terug naar deze wedstrijd? Goh ja, niet positief natuurlijk. Ik had wel gehoopt dat de Korva League of de Top League voor ons anders zou starten. Met een leuke winst en niet meer een nederlaag, dus niet al te positief. Was het een moeilijke wedstrijd? Goh ja, ik denk dat we vrij snel achter de feiten aanlopen. We komen direct 2 of 3-0 achter. En dat is een kloof dat we nooit kunnen dichten. Ons eerste shots waren vrijwel allemaal airballs, waardoor we allemaal op 10 seconden op de klok komen. En dat we het ons eigenlijk veel te moeilijk maken. In de tweede helft komen jullie op 2 punten. Komt er dan een beetje meer geloof in terug? Ja, klopt. Dan hebben we nader nog 2 punten. Dat is ook het iets dat we ooit komen. Dan zitten we wel in die flow. En willen we er alles aan doen om toch dat gaatje te dichten. Maar jammer genoeg lukt het vandaag niet. Maar als het kan altijd gebeuren.